Verkoop je als online handelaar producten van een aanzienlijke waarde, dan is het aangewezen om die aankoop op afbetaling mogelijk te maken. We zijn hier in het kloppend hart van de bank Santander en dat is de plek waar we hier meer kunnen over vernemen. Katrien de Meulemeester, e-business manager. Jullie integreren die mogelijkheid om een aankoop te doen op afbetaling naadloos in een webshop. Leg eens uit. Dat klopt. We hebben inderdaad een specifieke module ontwikkeld waarbij klanten tijdens de checkout onmiddellijk kunnen kiezen om eigenlijk een aankoop te gaan financieren, de betaling te gaan spreiden over verschillende maanden, in plaats van die in één keer in totaliteit te gaan betalen. Naadloos, real-time? Ja, dat absoluut. Is een troef. Ja, absoluut. We hebben daarvoor ook een specifieke Magento-plugin laten ontwikkelen. Als je het proces bekijkt, is het zo dat de klant eigenlijk tijdens de checkout onmiddellijk een kredietaanvraag kan doen. Wij gaan die real-time beoordelen in enkele seconden tijd. Je krijgt onmiddellijk een ja of een nee. Ja, ook dus de handelaar krijgt dat signaal. Ja, zowel klant als handelaar worden onmiddellijk geïnformeerd. De klant krijgt van ons een contract. Dat moet dan nog getekend terug worden gestuurd naar ons. En van zodra dat in orde is, dan verwittigen wij de handelaar opnieuw dat de aankoop kan geleverd worden. En dan kan er inderdaad uitgestuurd worden. Maar dat gebeurt ook volledig geautomatiseerd via de plugin. Dus tijdens dat check-out proces heeft de klant de mogelijkheid om een kredietkaart te ontvangen of te reserveren? Ja, dus het product dat de klant van ons ontvangt is een kredietopening. Daaraan is er een fysieke kaart gekoppeld. Die kaart kan zelfs gepersonaliseerd worden door de handelaar, dus dat hij eigenlijk de merknaam nog versterkt van de handelaar. Want we zien dat dat eigenlijk ook vaak resulteert in meerdere aankopen die klant gaat doen met dezelfde kaart bij dezelfde handelaar. Tegelijk een stuk loyalty aankweken. Ja. Ja. Die kaart kan ook fysiek in de winkel gebruikt worden dan? Dat is eigenlijk een kredietkaart. Ja, Santander heeft eigenlijk een lange historiek in winkelpunten waar we eigenlijk dit product al aanbieden. En inderdaad, het concept geldt eigenlijk click and brick. Dus de klant kan zowel online als in de fysieke winkelpunten de kaart aanvragen of de kaart gaan gebruiken. Ja. Wat zijn de kosten voor een handelaar om dit mogelijk te maken? In principe zijn er voor de handelaar geen kosten aan verbonden. Weliswaar na de setup waarbij de Magento plugin wordt geïntegreerd binnen de webshop. Maar daarnaast zijn er voor de handelaar geen kosten. Okay. Juridische consequenties? Misschien wel niet onbelangrijk? Inderdaad, dat is zeker niet onbelangrijk. Als we spreken over consumentenkrediet, dan zijn daar wel een aantal richtlijnen en regels mee verbonden. Het is zo dat je als handelaar moet erkend zijn door het FOD Economie als kredietbemiddelaar in eerste instantie. Daarnaast zijn er ook een reeks van regels en richtlijnen die je moet volgen als je adverteert met aankoop op krediet. En wij zijn ook aangesloten bij Fabelfin. Sinds dit jaar leggen zij ook een kennisproef af op voor alle handelaars die eigenlijk op krediet willen verkopen. Lijkt mij een behoorlijke drempel. Adviseren jullie de handelaar daar ook in? Wij bieden ze zelfs een volledige dag opleiding aan, zodanig dat ze eigenlijk met goed geïnformeerd het examen kunnen starten. En het examen wordt ook hier bij ons intern georganiseerd. Dus wij ondersteunen de handelaars daar volop in. Zodanig dat ze met kennis van zaken die zaken kunnen aanbieden en online die business runnen. Ja. Fantastisch. Bedankt Katrien voor deze fantastische uitleg.